Nederland. Daar komt de boot naar ons toe. En zo, luisteraars, houdt Sint-Nicolaas dan weer zijn traditionele intocht in de hoofdstad van het land. Terwijl de klokken van de Sint-Nicolaaskerk bijeren, zien we hier het schip uit Spanje met Sint-Nicolaas op de voorplecht. Gedurende de enkele weken die nu gaan volgen, wordt heel Nederland beheerst door de goede oude bisschop uit Spanje, die zoals in alle andere jaren ook ditmaal weer op de 5e december in ons midden zijn verjaardag komt vieren. De boot ligt nu voor de wal, op de achtergrond speelt het orkest. Het paard van de bisschop staat te wachten, het ontvangstcomité heeft hem welkom geheten en Sinterklaas wordt begroet door de ontelbare kinderen die de hoofdstad rijk is. Hoort u ze maar! Ja, natuurlijk, wat dacht je? Mag ik op het knopje drukken? Ja, schat. Hupsakee. Kan je het goed zien? Toen onze Henk zo klein was, nam hij hem ook altijd op zijn schouder. Oh ja, hoe oud is hij nu? 18. Oh. Gewoon zwart geveld. Heb toe, Michel, zwaai nou maar. Kom. Dag Sinterklaas, dag! Hé hoor, niet te ver naar buiten leunen hoor. Is het allemaal voor jou, pap? Vind je het mooi? Krijg ik straks een taartje, pap? Ja? Ik heb nog geen tijd, Joffie. Ander keertje, hè? Kom, gaan we naar Sinterklaas kijken. Help us. Wat doe jij hier? Ik heb met Eduard naar Sinterklaas gekeken. Oh. Nee, ik heb hem eerst naar huis gebracht. Was, was Greta?
Heb je tijd? Ik geloof wel, ja. Ik moet opruimen. Hoezo? Hij vond het prachtig. Huh? Eduard, Sinterklaas. Ik heb hem meegenomen naar kantoor. Ja, natuurlijk, dat kun je het fantastisch zien. Wat zei hij wel? Dat het taartje zou eten als ik weer thuis kon wonen. Wat bedoel je met Sinterklaas? Dat weet ik nog niet. Hans, het heeft geen zin. Het heeft echt geen zin. Laten we er dan niet iedere keer opnieuw over beginnen. Maar waarom niet? Dat hadden we afgesproken. We zouden kijken hoe het ging. Dat duurt nu maar 5 maanden. Ik heb het 5 maanden geprobeerd. Ik ook. Maar we zouden toch na een paar maanden praten? Een paar maanden, 5 maanden, 80 maanden. Het is toch geen contract? Nee, verdomme, het is een huwelijk. Het was een huwelijk. Waarom lach je niet mee? Je lachte bijna. Als je met meer lachte. Oh, Karin, denk je nog aan die dia's? Die zijn toch al terug, mevrouw? Oh, wacht even, geef hier. Dank je. Waar moet ik om lachen, Nora? Moet ik eens hemelsnaam om lachen? Om ons? Omdat we alleen zijn? We zijn heus niet meer alleen dan toen we nog samen waren. Waarom zijn we dan niet meer samen als het toch hetzelfde is? Doe niet zo belachelijk, Hans. We zijn toch geen kinderen meer? Je hebt je werk, en daar leef je voor. En ik heb mijn werk. Hoe zijn geen mensen om getrouwd te zijn? Jij net zo min als ik. Zijn we nou ooit getrouwd geweest zoals bijvoorbeeld je ouders dat waren? Dat kunnen we niet. We zijn onherroepelijk 2 levens. Nu wil je dat ineens niet meer zien, omdat we niet meer samen in één huis wonen. Maar er is niets veranderd. Jij wilt iets dat er niet is en dat er nooit geweest is. Je kletst. Je bent onzeker. Je probeert over je onzekerheid heen te schreeuwen. Ik schreeuw niet. Je probeert steeds maar een gesprek te vermijden. Je durft niet omdat... Omdat je bang bent. Omdat je onzeker bent. Daarom haal je iedere af je huis vol met mensen. Omdat je rusteloos bent. Als je geen mensen kunt vinden, loop je de deur uit. Wie zegt dat? Dat weet ik. Ik weet ook dat dit een onmogelijke toestand is. Dat kan niet. We zijn 8 jaar samen geweest, Nora. Dat is niet meer ineens weg. Je kunt maar niet netten of het er nooit geweest is. Jij niet. En ik niet. Ik kan niet alleen. Ik kan niet zonder jou. Natuurlijk zou je zonder mij kunnen. Ja. Als je straks onder de tram komt. Want wat moet ik je nou op zeggen? We kunnen toch wel goede vrienden zijn? Maar jij vindt het niet genoeg? Natuurlijk niet. Natuurlijk is dat niet genoeg. Nora. Ik wil alleen zijn. Ik ben klein, mevrouw. Goed, Karine, kom. Nou, ga ik maar. Is naar mijn gevoel precies geëigend voor het doel. Niet langer floddertjes papier, maar elk adres in het boekje hier. Gebruik het in gezondheid, vriend. Dat is de wens van Piet en Sint. Wat kan u dat onlekker? Het is precies goed. De keizer maakt voor mij ook zo'n versje. Mijn man vergeet altijd zijn adressen. Nu krijgt u zo'n zakagenda. Kom, schiet op. Hoeveel zou u al verdiend hebben als u voor elk gedicht een gulden kreeg? Nou, als ik zo rijk moest worden. U maakt er al 10 per dag onder de koffie. Nou, voor mij zijn niet vet hoor. Ik moet er maar even van 2 kwartjes. Nou, wel bedankt, meneer Keizer. Is goed hoor. Hallo, Legers reclamebureau. Een kopje leven. Ja.
52. Laten we nou eerst de dagbladen nemen. Dan druk je de zak toch beter door. Ja, let eens op je cijfers. Hier ver vandaan wordt Queen size in één kist gedaan. Kistje vliegtuig, oceaan en rokers kunnen er open gaan. Is dat niet een tikje te modern voor Holland? Ik ben een boos, hoe het duurde nog. Ja, met wie? Hier leggen we de bassen onder. Met wie? Ik geloof werkelijk niet dat het iets voor het grote publiek is. Oh ja, geef maar even door. Bij groot verdriet en ook bij pret, ja, meneer Stigman, wordt voortaan queen size ingezet. Dat hebben we het gehoord. Het roken wordt pas je van het met een echte queen size sigaret. Natuurlijk. Met een echte queen size sigaret. Dat zullen we wel oplossen, hè? Een ogenblikje. Dat is uitstekend. Wanneer kunt u met orkest maken, meneer Hervoortpelt? Zeg maar, hè? Nee, dat zie. Wie is het? Stegeman. Er is een ogenblik in bespreking, meneer Stegman. Stegen. Bedankt. Ja. Goedemiddag. Joop, maar dat komt best in orde. Goed. Ja, natuurlijk. Op mijn kantoor verder afwerken. U kunt ervan verzekerd zijn dat dat voor de volgende week de deur uit is. Nou, u zei dus, tot onze spijt kunnen wij u niet voor januari... Tot ziens. Mag ik hier? Niet voor januari. Voldoen aan uw verzoek nieuwe ontwerpen voor een limonadecampagne voor te leggen. Kom op met die tekening, ja. En dan? Zonder tegenbrug houden we uw bestelling ga je naar aan. Dat is kijken. Ja. Nou, en hier komt dus de tekst. Levensverzekeringmaatschappij Secura dekt u ook tegen deze schade. Ja. Dat is fijn, zeg. Dat is even uitstekend. Oh ja, dat is waar ook. Die foto's voor de fotomontage, zijn die al binnen? Nee, nog niet. Ik zal wel even bellen. Ja. Laat u maar. Dat doe ik zelf wel. Doe het eerste briefje maar weg. Hm? Nou, goed. Dat is leuk, Ira. Doe het maar zo, hè. Ja, zal we gaan voor morgen? Zal we lukken? Ja, natuurlijk. Zal ik dan meteen eventjes... Oh ja, doe u eerst dat briefje voor Van Damme even weg. Hm? Ach, Tjeerd, voor dat opinieonderzoek heb ik toch liever eerst het dossier erbij. Goed. Leg het even klaar, weer. Ja, ja. Kom straks op je kamer. Oké, ik neem dit mee, hè. Hm. Fotoatelier Buwalda? Ja, ik zal eens even kijken of mevrouw er is. Hallo meneer, mevrouw is op het ogenblik bezig. Domme, mijn auto! Het gaat zeker over die foto's van... Die worden vanmiddag gebracht. Ja, goed, goed. Dag meneer. Merci. Dus die waren voor u? Ja. Nou, mooi uit. Hoe kun je zo'n ding ook uitlenen aan zo'n zak? Zegt die jongen, heb ook een dreun gekregen. Ga eens opzij. Dat is niet zo mooi. Ik zal me naar de apotheek brengen, zeg. Daar moet de dokter bij komen. Zeg, kun je nog praten? Waar moet je? Ja, dat zie je. Wat heb je er voor plezier in? Dacht je dat ik het voor mijn lol deed? Hoe zei je dat die jongen heette? De grote, dat heeft hij nog wel 10 keer gezegd. Moet hij nog gespaard worden ook? Haal een doekje. Waarom kom je hier? Om de boer op te gooien? Je hebt me gebeld. Waarom denk je dat ik je gebeld heb? Hè? Ik heb je gebeld omdat je zo'n half dood thuis komt. Omdat er eindelijk eens iets gedaan moet worden. Hij rijdt op scooters van andere mensen tegen auto's aan. Het toe nou. Hij moet eindelijk eens begrijpen dat het zo niet langer kan. Het toe nou, Ina. Hij hoeft tussen de middag niet in de stad te zwerven. En waarom moet hij iedere avond de deur uitlopen? Hij kan hier blijven, in zijn huis. Als hij thuis blijft, gebeurt er niks. Nou is er elke dag wat. Vandaag is het een ongeluk, morgen is het nog erger. Alsjeblieft. Kom nou, Ina. Overdrijf nou niet zo. Bedaar nou. Dit helpt ook niks. Ja,
Dat is al wat je kan, hè? Dat je je niet doodschaamt. Dat je wat je eraan vindt. En dan met die jongens ophangen in cafés in plaats van hier te zijn waar je hoort. En waar je wat anders kunt opsteken. Of dat die niks slutten. Ja, wat een hond en om een hand uit te steken. Wat markeert er aan dit huis? Zijn je vrienden zoveel beter? Die vrienden van je stoppen je op. Dankzij hem lig je nog bijna in het ziekenhuis. En als die vrienden er eindelijk zin hebben en je maakt een ongeluk, dan kom je thuis en dan kan ik weer klaarstaan. Doe, Ina. Altijd sta ik klaar. Maar als ik eens hulp nodig heb, dan is er niemand. Wat moet ik dan doen? Moet ik hem soms hersens inslaan? Nee, dat hoeft niet meer. Wees nou een god van kalm, Ina. Trouwens, ik moet weer weg. Ik moet vanavond toch al overwerken. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, jij moet weg, dat weet ik. Wij moeten er toch een ruzie om krijgen. Blijf nou kalm. Het komt best weer in orde. Wees dan niet boos op mij. Ben niet boos op jou. Laat nou maar. Ga maar. Het is al over. Dag. 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 En jij bent verder thuis, begrepen? En als jij je moeder start, kan je bij mij te doen. Kom, ga maar gauw mee op de divan. Oh! Pas toch op. Doet het zo'n pijn? Ja. Kom, zo. Kees, was jij thuis? Dag, Emma. Ja, het was wel even nodig. Er is toch niks? Henk weer? Nee. Een ongeluk. Grote God. Dag, meneer Lindeman. Bonjour. Goedenavond, meneer Keizer. Goedenavond. Zo, lange dag, hè? Ja. Ga maar, ga maar. Nee, naar u, naar u. Nee, nee, nee. Oh, nee, geen kwestie van. Dan nog. Alles goed? Oh ja, prima. Ja, best. Nooit zin, hoor. En die liep de zomer op straat? Hij stond in een winkel en hij zei, dag kinderen. Hé, Eduard? Ja. Is dat zo, Eduard? Heb jij hem ook gezien? Wat geweldig, jongens. Kom maar, rolfjassen uit. En die zwaaien, als ik liever krijg ik een auto. Wat geweldig, Eduard. En hoe vond jij het dan wel toen je Sinterklaas zag, Rolf? En toen zei ik, dag Sinterklaas, en toen gaf hij mij een handje. Wat fantastisch. Het was toch een vent. Het is een verklede bisschop. Ach, natuurlijk is hij een vent. Sinterklaas is toch geen meisje, malle. Kom maar, schat, ga jij nog al die boodschap doen. Mevrouw, mag ik een huis bouwen? Oh, misschien op, Engel. Ja, als jullie maar geen rommel maken, hè? Nee, mevrouw. Fijn. Sinterklaas bestaat toch niet, joh. Dat is gewoon een verklede bisschop. Auw! En het toch eens zien. Michel, is het nou uit? Eduard, ga binnen, hebben jullie thuis ook? Ik ga ze in de plaats opbellen. Ja. Au, au. En dan zal ik hem eens vertellen dat hij dit jaar niet hoeft te komen. Kom erop, rot knul. Zullen we eens kijken wat die er. Hier, tussen jou, rotzak. Ik zal je doodslaan. Mag ik mijn man even? Au, als er is. Ja, Sinterklaas. Neemt u me vooral niet kwalijk dat ik u even stoor.
Zeg, zitten ze niet te krap? Ach nee, u hebt een slanke leest. Mevrouw, u loopt ze zo uit. Telefoon voor u. Ja, merci. Ach, juffrouw Annie, wilt u die even in het vak zetten? Dit is een souplesse die alleen Francesco biedt. Hallo? Hallo? Wat is dat nou? Michel durft hardop te zeggen, Sinterklaas, dat u niet bestaat. Het toe, Ellie, schijnt uit met die flauwe kul. Ja, ik heb nou geen tijd. Ja, tot straks. Ja, Sinterklaas. Het is papi. Ja, Sinterklaas, dat zal ik ze dan zeggen. Nog één keer en u komt niet. Dag, Sinterklaas. Het is toch, papi. Goed, dan voor jou dit jaar geen Sinterklaas. Want Sinterklaas het niet bestaan brengen, ook geen cadeautjes. Zo, en nou opruimen jullie, anders gaan jullie zonder eten naar bed. Zo, Michel, schiet op. Direct komt papi thuis en dan moeten we aan tafel. Ik ben moe. Ach god, ben je zo moe? Je mag best even bij me uitrusten. Nee, echt niet. Ik moet weg. Je hoeft helemaal niet weg. Je mag altijd bij me blijven. Nee, ik moet echt weg. Hou je ineens veel minder van me? Hè? Hou je ineens veel minder van me? 3 weken geleden zeurde je nog dat ik niet van jou hield. Je bent zo lief als je zo kijkt. Goedenavond. Emma! 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 Doe nou. Hé? En verdomme, doe niet zo vervelend. En toen schieten we op. Wie was dat? Een kennis. Toch niet één van je? Nee, onze oppas. Toe, laat me nou gaan. Ik heb je gezegd dat ik haast heb. Hoe lang heb je het bij de vorige uitgehouden? Langer. Heeft hij je langer aan het lijntje gehouden? Ja, dat zal wel. Ben je alweer op jacht naar een volgende? Ja, het is goed. Stap nou maar uit. Hé, breng je me niet eens meer tot aan de deur? Nee, dag. Ik zie je morgen. Dag. Minnaar. Papi, we mogen onze schoen klaarzetten. Oh ja? Ja, dat is fijn. We mogen onze schoen zetten. En mogen er van alles in stoppen. Mooi. Zeg, maar hebben we genoeg gooi voor het paard? Mami vindt al het brood ook goed. Oh, zo Eden, wat je weer er ook weer is. Dag, schat. Dag. Dan ben je laat. Ja, nou. Wij zijn al lang klaar. Zo, ik kom zo, Engel, even de boel uit de oven halen. Ja, goed zo. Kom, schatje, trek aan. Mag Eduard ook zijn schoen zetten? Engel, hoe moet ik dan naar huis? Papi brengt hem toch met de auto. Ik heb thuis nog wel meer schoenen. Nou, goed dan. Maar trek jij nou eerst even je broek aan, hè? Ja. Zo. Zegt de Hurrik van Sinterklaas dat jij zegt dat hij niet bestaat, is dat zo? Nou, maar wij geloven allemaal in Sinterklaas. Alle mensen geloven dat hij bestaat. En dan bestaat hij ook. Niet? Nou ga je fijn je schoen zetten en je gaat flink mee zingen. Vooruit. Oh, kom je schat. Wolf heeft Eduard ook een worteltje. Een boterham heb ik al. Eduard, heb jij ook een wortel? Verdorie, waarom word je toch niet zo warm? Ach, eet nou maar. Schat, het is al zo laat. Eduard, je moet echt naar huis en ik heb beloofd dat jij hem zou brengen. Nou, haal zijn jasje dan maar vast en eet ik straks wel. Goed. Kom jongens, nou moet er gezongen worden. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Nou, allemaal tegelijk. 1, 2, 3. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn regen, regen tonne. Gooi wat in mijn... Hij schat, zing even met ze mee. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi la 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 la. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Zo jongens, dat is genoeg, dat heeft Sinterklaas vast heel mooi gevonden. Zo, Eduard, je jas aan. Zo, andere mouw. Ben je boos? Mama. Wel nee, waarom zou ik boos zijn? Ja, schat. Nou, kom Eduard, nou is het weer mooi geweest. Kom op. Kom maar mee.
mijn schoen zetten. Nou, dat is fijn. Bof je even dat je met de auto wordt thuisgebracht? Dank u vriendelijk hoor. Nou, het was helemaal geen moeite. Heeft het niet lastig geweest? Nee. Nee, we hebben fijn gezongen, hè, Eduard? Schoen zetten. Kan ja, ik u soms ergens heen brengen? Ah, is dat niet te veel om voor u? Ik moet nog naar het atelier. Helemaal niet. Dag, schat. Zul je zoet zijn? Dag, Greet. Zelf mee, dan kunt u het zo kan maken. Dat? Natuurlijk kan dat. Zo, Leontien. Dag. Fijn, Guus, dat je al begonnen bent. Ja. Nee, dat beeld. Dat beeld kan geloof ik meer zo. Leontien, ga eens even staan. Zeg, Guus, ik zou eens even gaan kijken daar. Die Lomijn zo alleen met Karin. Oh, ze is heel onschuldig. Hé, vader, ik jullie Sinterklaas bij hem willen komen spelen. Kan toch wel, hè? Ja. Komen jullie maar een beetje later bij Eduard. Ja, dat is goed. Ja, pas maar op. Zeg, Guus, die Lomijn vader. Ja, ik heb het goed, schat. Dag, die Lomijn. Hallo. Dat vind ik erg leuk. Hè? Hoe laat verwacht je ons dan? Uur of zeven? Dat is fijn, ja. Oké, okay, nou, dan ziet hij ons al verschijnen. Zo. Zitten ze goed? Ben je gelukkig? Ja. Ja, toen meneer Lomijn. Oh, pardon. Het spijt me, neem me niet kwalijk. Nee, ik laat u aan het werk. Zeg, wel bedankt vast. Tot ziens. Nee, blijft u binnen. Ik kom er wel uit. Nog wel bedankt voor het brengen. Helemaal niet. Goedenavond. Dus we hebben toch die grijze fond nodig. Ben je gelukkig? Zitten ze goed? Hè? Komt u even mee naar de spiegel, mevrouwtje, dan kunt u het zelf zien. Ziet u, het is een heel exclusief modelletje. Een souplesse die alleen Francesco biedt. Probeert u eens. Voelt u hoe de enkel gesteund wordt? Oh god, je kriebelt. Ja. Hij dacht zeker dat je baggelijn zou hebben. En jakkes, wat zijn jullie flauw. Hij is echt reuze aardig. Hij zal dit verschrikkelijk lief voor Eduard. Vooruit, jij. Dank u wel. Goedenavond. Dank je wel. Dag. Zo, dat is goed zo. Dank u wel. Dag. Dag. Oh, pardon, neem me niet kwalijk.
Meer vergeet u niet te betalen. Ik heb geen kleingeld. Nou weer. Wanneer komt mami thuis? Oh, als jij al lang slaapt, dat weet je heel goed. Zo, nu liggen. Zo. En nou niet meer zeuren, anders haal ik je schoen weg. Goedemiddag, ik pak hem zelf wel. Hier, jong. Dank u wel, hoor. Dag, Frankie. Dag. Ik zal wel even helpen. Nee, nee, het gaat wel zo. Ja. Oh. Alsjeblieft. Dag meneer Keizer. Is meneer Molanus daar ook voor het fotoatelier? Ja, dat ben ik. Keizer is mijn naam. Ja? Ik heb uw rekening gekregen. Oh, je komt voor die schade. Ja, ziet u. Dat komt... Ik heb ook die scooterrekening gekregen. En er was nog wat schade. En zo bij elkaar is het een heel bedrag geworden. Ja, nou, mijn garage hoeft pas volgende maand betaald te worden, dus... Ja. Ja, natuurlijk. Oh, mag ik even? Tuurlijk. Instituut Ingenita, is dat hier? Ja, derde etage, eerste de links. Boeien. Ik wou u vragen, kunnen wij geen regeling treffen? Zo'n bedrag kan ik niet zomaar op tafel leggen. En met de feestdagen voor de deur. Tja. Ja, maar... Met een 50 gulden de maand zou ik bijzonder geholpen zijn. Als er een rekening komt, heb ik 100 gulden. En de komende 2 maanden kan ik het afdoen. Tja. Het is voor mij ook een hoop geld. Ja. Maar wat moet ik nou zeggen? Nou ja, als je niet anders kunt, dan houdt alles op. Hartelijk dank. Dan krijgt u het eerste deel begin januari. Ja, die jongen van ons stelt ons voor rare zaken. Kan je je voorstellen? Ik denk dat is meneer en mevrouw Lomijn. Klop aan het raampje en ik zie dat vreemde meisje. Ach, je moet gewoon doen alsof je van niks weet. Ik zie er toch tegenop om er vanavond te gaan oppassen. Je weet hoe graag ik mevrouw... Kees? En? Het is voor elkaar. Ik kan het in 5 maanden betalen. Hele geschikte knaap, zeg. Jonge jongen nog. Dan gaan we toch zeker? Oh. Zo. We zijn er maar blij dat je alleen een beetje zorg hebt om Henk. Ach, dat gaat wel weer over. Die jongens, dat is de leeftijd. Ja? Ja? Fijn, hè? Dat we allemaal voor elkaar is. Nou, dan kopen we die plaat, toch? Ja, maar Emma, ik weet niet hoe die heet. Ach. Henk wel, maar ik weet niet hoe die heet. Ach, dat vinden we wel uit. Nee, nee. Ik denk dat je jezelf moet uitzoeken.
Dames, kan ik u helpen? Ja, meneer. Mevrouw zoekt een plaat voor de zomer. Ze weet de titel niet. Zing het eens, Ina. Spijt me, mevrouw. Misschien kan de juffer u in dit geval even beter helpen. Pardon. Dan help je even die dames. Die twee dames. Dag, dames. Dag, mevrouw. Hoe is het ook weer? Ina? Oh ja, ik geloof dat ik het weet. Pardon, mevrouw. Ja, gaat u gaan. Nee, dat is het niet. Het is zo. Oh ja. Ik geloof dat dit het is. Nee, dat ook niet. Dan weet ik het echt niet. Hoe zegt u? Poem, poem, poem. Nee. Poem, 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 poem. Ach, meneer, kunt u Maastel nog even voor me opzetten? Jazeker. Excuseert u mij daar. Sinterklaasavond? Ja, op een scooter rondrijden. Niet idee. Of moet je weer thuis blijven soms? Wat doen jullie dan? Nou, je Sinterklaas vieren, dacht ik zo. Of niet? En dan versjes maken. Mooie versjes, Keizer. Nou, ik wil ook wel komen. Moet ik wat meebrengen? En je vader en moeder dat? Kunnen die het wel zonder je stelling? En kun jij wel zonder hun? Glas op. Henk Keizer is een fijne knul. Dat kan ik opruimen. Ik heb het. Nou, ik zal het hem dadelijk gaan vragen. Hè? Fijn dat het nou geregeld is met geld, hè? Hij regelt altijd alles. Ga ik nou vragen. Nou, hij weet het natuurlijk. Hij heeft 2 jaar in een bandje gezeten. Nou. Juffrouw. Hoeveel is het, juffrouw? 1,80 mevrouw, alstublieft. Nee, laat u maar. Pam, padam, padam. Pom, pom. Dat is op de Utah van Jean Berry. Op de Utah van Jean Berry. Dankjewel, Karel. Dag, hebben. Hoe gaat het met jou? Zo. Kijk eens even aan. Ze nou eens echt goed opzien. Ik wist niet dat het al zo laat was. Hé, vervelend. Ik zie er zo tegenop om naar mevrouw Lomijn toe te gaan. Kun je je voorstellen? Oh. Het zal wel meevallen. Dag, Frans. Alle mannen zijn hetzelfde. Nee. Zo gaat het wel, hè? Heb je afgesloten? Ja. Ach, kijk. Nee, laat maar. Gaat wel. Stil. Nog meer? Dan gaan we, zijn ze zoet geweest? Ja, hoor, ja. Dankjewel. Wat zou ik graag die gezichtjes willen zien als ze dat allemaal krijgen. Maar dat komt toch best, Emma. Waarom komen we niet hier op Sinterklaasavond? Of heb je dan al iets? Nee, dat is een feest voor de familie. Ach wat, kom toch. De kinderen zullen het vast enig vinden. Jij vindt het toch ook leuk, hè, als Emma komt? Ja, natuurlijk. Zo, ik ga vast de pakjes naar boven brengen. Ja, stil zijn hoor, jullie.
Stel je voor dat ze ons bezig zijn. Schiet maar, ik breng de rest wel. Ik ga vast wat koffiewater opzetten. Ja, ja. Zeg, ik had helemaal niet in de gaten dat jij het was laatst. Ja, ik zag uw auto staan en... Ja, gewoon idioot, hè, met dat meisje. Ja, kind van de zaak, een doodnormaal kind anders. En die wou me ineens spreken. Nou, ik stond op het punt om naar huis te gaan, dus ik zei, rij maar even mee. Nou, toen we voor haar huis kwamen, toen kwam het ineens allemaal los. Ook moeilijkheden met haar vader en god weet wat allemaal. Hele toestand. Nou, en ineens ligt ze als een kind tegen mijn schouders te huilen. Je weet gewoon niet wat je doen moet in zo'n geval, hè? Nee. Ik ga even die pakjes naar boven brengen. Zeg, Emma. Praat er maar niet verder over, hè? Met mijn vrouw bedoel ik. Het is allemaal niet zo belangrijk. En je weet hoe die dingen allemaal, hè? Begrijp je? Zo? Zo goed? Even kijken. Ja. Wat hier in de hand, die moet iets hoger. Zo? Ja, nog een beetje. Stop! Ja, nou die sjaal wat draperen over de rand. Zo? Ja. Ja, zo kunnen we het houden straks. Fijn. U kunt wel even rusten. Kan ik u helpen? Zeg, is dat schotje zo ver? Ze zullen er zo wel zijn. Ik heb om 12 uur een bespreking. Ja, als we die pech niet hadden gehad, dan waren we nu al klaar geweest. En waarom hebben jullie dat kind er niet van tevoren bekeken? Maar dan komen ze al aan. Moeten we nou nog langer wachten, mevrouw? Oh, wacht, ik zal u even betalen. Dat is toch eigenlijk geen manier van doen, mevrouw? Dan is hij voor niks van school weggebleven. Oh, dat is niet erg. Had u maar gezegd dat hij het laatste jaar zo gegroeid was. U kunt toch niet verlangen dat hij voor uw plezier ophoudt met groeien? Zo, wilt u de meid even opzetten, alstublieft? Ja. Het is voor Eduard, hij is nog zo klein. Ja, ja. Ik had nog niet verteld dat hij op de foto stond. En ernstig, hè? Want dit kind klopt het natuurlijk ook mis. Ach, komt u, wilt u vast op uw plaats gaan staan? Dag, meneer. Jammer, hij doet het altijd zo goed. Maar ja, misschien is hij voor deze foto wel wat groot. Hoewel, dag, mevrouw. Kom, Geert. Ja, schat. Dan gaan wij samen even. Ja, Sinterklaas. Zit hij daar raar, hè? Is voor de foto. Zullen wij die Sint samen een handje gaan geven? Kom maar. Weet wel dat je samen met hem op de foto mag. Kom maar, Eduard. 1, 2, hop. Ik zit hier hoog, vind je niet, Eduard? Je bent toch niet bang, hè? Er zit hier maar weinig tijd, schat. Kom, kom maar gauw mee. Zo, hier moet je staan. Dag, Eduard. Zeg maar, dag, mevrouw. Ja, waar is Marianne? Oh, hier. Kom, Marianne, opschieten. Ze wachten op je. Kom, kom. Kom hier. Ik moest even. Dit is Marianne. Nou, en doe je net als zij. Lachen en wuiven naar Sinterklaas. Huh? Nou, niet zo bang kijken. Sinterklaas kon ons iets brengen. Zo, laten we nou maar doen. Lach maar, Eduard. Wat doen ze toch allemaal met mij? Nou, kijk maar naar Marianne, die doet het goed. Ik heb toen al schat. Eduard. En toen zwaai je, schat. Dat kind kijkt of dat geslagen wordt. Ach, verdomme. Vervelend kind. Ja, wat wilt u? Je wordt midden op de dag van school gehaald. Dacht u soms dat u dan zomaar in? Nee. Nou ja. En toen, Eduard, blijf op je plaats staan. Eduard! En toen, je kunt er maar gewoon staan. Sta me niet zo aan te staren. Je nu eens in met je gejacht. Ik heb er genoeg van, ik doe het niet meer. Ik zal hem maar even bij me nemen. Kom eens, schat.
Zeg, ik geloof dat we het nou wel eens kunnen proberen. Denkt u niet? Dat lijkt me ook, ja, voor hij weer gaat huilen. Wat denk je ervan, Eduard? Kom je mee? Laten we die foto maken. Hallo? Hallo? Dag. Zeg, ik heb voor Eduard zo'n fantastische apel gekocht. Hallo. Nora. Ik schrok, sorry. Een aardigheidje voor mevrouw. Zo tussen de middag werkt ik wel eens een uurtje aan. Ga dan zitten, ga dan zitten. Mag ik even? Ja, maar natuurlijk. Het zit zeker in die aardappel. Nieuw hoor. Dat heb ik mevrouw gegeven toen mijn zoon geboren werd. Ja. Want vorig jaar heeft ze er een steentje uit verloren toen we bij familie waren in Oegstgeest. Nou is ze net als nieuw. Ze zal er wel van opkijken, denk ik. Ja, dat is nu alweer 17 jaar geleden.
Howard is een beste jongen, hoor. Maar ja, op die leeftijd zijn ze allemaal wel eens moeilijk. Ja. Ja. Zo'n toren. Het slaat eigenlijk nergens op. Maar ik vond het een leuk idee. En je hebt er tenminste wat eruit te pakken. Ja. Leuk. Oh, Greet, ben jij er? Ja, ik kon toen niet weten dat u kwam. Ik had toevallig even de tijd. Ik had hem laatst een taartje beloofd. Nou, dan ga ik maar. Brengt u hem niet te laat? Nee. Greet? Hoe laat is mevrouw thuis? Nou, dat zeg ik. Die zou er om 5 uur even zijn. We zouden vroeg eten, want ze moet weg vanavond. Oh, goed. Als u er nog wil zien, moet u zorgen dat u op tijd bent. Nee, nee. Zorg wel dat hij op tijd is. Eduard! Michel, Jara, Josie, Willy! Jongens, kom bij ons mee! Kom eruit, schiet op! Je weet best dat we naar de dam moeten! Jullie daar naartoe? En wanneer brengt u me naar huis? Ja, pop, doe je het helemaal voor je achters. Nou, vooruit dan maar. Hey, toeten! Hey, toeten! Hé? Mensen? Ja, en die zijn net meegekomen. Nou, u vindt het wel, hè? Ja, die idee. Het is niet te geloven. Oh, dag, ben jij het? Kom binnen. Oh, ik dacht dat je alleen was. Huh? Zeg, Nora, hoe kom je aan dit beeld? Oh, heb ik laatst in Utrecht meegebracht. Zet doe jas uit. Dat is een verhaal. Je raadt nooit van wie ik dat gekregen heb. En toen probeerde niet overdag die stieke boegen. Zei vlot, pakt u maar in. Dan ben je gek, zei ik. Het idee. Ja, zo bedrag. Ik kan niet over me laten nemen. Echt, papi? Ja. Ja, inderdaad. Robbie stumpen. Nou, dan kwam het vrouwtje van de winkel naar me toe en smeekt me. Oma, voor alsjeblieft, accepteert u toch. Papi! We hebben in 2 maanden niets verkocht.
Wat een mooie indiaan. Wat is dat, hè? Over de prachtige veren. Hm? Zeg, kijk eens, hoe vinden jullie, Eduard? Oh, dat is mooi. Hè? Mooi, hè? On peut se voir demain soir? Bien sûr, oui. Attention! Beetje oppassen, meneer. Man, kan je niet uitkijken? Kijk nou eens. We kijken dat meneer ook bij zich heeft. Dat daar. Kijk. Ce n'est rien. Vous l'avez vu? Ellendelingen. God, wat een man. Lekker vlotjes doen tegen dat mens. Boing, daar ging ze spatbord. Ik zou ook een spatbord over hebben voor zo'n stoot. Ah, dat is nep. Geeft ze mij maar zonder schmink. Hé, Henny? Loshouden. Och, koude kikker. Hé, hey, keizer. Handjes thuis, hè? Zeg jongens, onze keizer is net aan de dood ontsnapt. Heeft hij weer gescooterd? Nee, dat lukt hem zelfs lopend, hè, keizer? We komen net op de weteringsgat. Wat was er dan? Och, niks. Een zak die niet uitkeek. En wat deed jij dan? Niks, sta ik over. Bak u ze maar goed door, hoor. Ja, mevrouw. Mag ik een koffie? Nee. Ja, direct. Bak u ze maar goed door, hoor. Zeg, jongens, ik ga ook poffer zitten. Wie doet er mee? Eet het zelf op. Zeg, jongens. Hoe laat spreken we af voor morgenavond? Om 8:00, hier. Ik neem 2 flessen wijn mee. En jullie? Hé, hey, keizer, is dat je vader niet? Waar? Daar. Kijk, het is goed, Eduard. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er? Ik wil even praten. Kom. Hoe zit dat nou? Is dat waar? Moeder zegt dat je morgenavond niet thuis bent. Nou, Wen. Dat vindt ze heel erg. We vieren Sinterklaas nog altijd samen. Nou, dan wordt de tijd dat is veranderd. Wat is dat nou voor een antwoord? En u, meneer? Nee, ik ga zo weg. Vind je het zo naar thuis? Wat heeft dat er nou mee te maken? Ik heb er geen zin in. Het gaat erom dat je juist die avond niet bent. Moeder maakt altijd zoveel werk. Verder laat ik je nog altijd vrij. Jullie kunnen toch ook met z'n tweeën vieren? Maar je bent toch haar zoon? Hé, vergeet je morgen de watten niet, hè? Ik doe het niet. Ik heb ergens anders afgesproken. Je moeder zal het verschrikkelijk vinden. Daar moet ze maar aan wennen. Wees niet zo harteloos. Ik doe het niet. Ik wil op mijn eigen benen staan. Nou goed, dan kan ik er ook niks aan doen. Dan moet je het zelf maar weten. Maar aardig is het niet. Daar gaat die jongens, geef hem een applausje, hè? Keizer heeft zich aan de ouderlijke macht ontrukt. Bravo, keizer. Ja, hallo, is bij mevrouw Lomijn, is uw man ook thuis? Ja, ik wilde hem even wat vragen. Lui demandait quelque chose. Oh là là, attention, hein. Dick en Rick, nou, ik vind het fantastisch. Telefoon, mevrouw Lomijn. Wie? Die mevrouw van Emma, zou je iets vragen? Zie ik u terug. Dag mevrouw van der Rijden. Dag, wat moet die nou van me? Ja? Ja, dat weet ik. Nou, dan dat u haar zo goed kent en dat ze vertelt dat u zo goed versjes kunt maken. Ja, zou het kunnen? Nou, graag. Ja, ik ben wel een beetje laat, maar het hoeft niet zo groot te zijn. Oh ja, we geven er een tasje. Ja, een heel moeilijk woord om op te rijmen, hè? Och, nee, meneer Keizer, dat hoeft niet. Ik kan het morgen best even komen halen. Kan dat? Fijn, dank u wel, hoor. Dag, meneer Keizer. Schat, zo kan ik toch niet bellen? Jij nog, koffie? Zeg, hoe kan het nou met die auto? Als je hier komt. Gek. Nou, vertel op. Ah nee, ik is een bromfietser die niet goed uitkeek. Alleen vervelend dat ik de auto nou een paar dagen niet heb. Oh ja, tot wanneer? Blijf nog wat.
Zeg eens wat. Wat moet ik zeggen? Iets liefs. Je t'aime, chérie. Waarom moet ik Frans praten? Nou, is het dan niet mooi? Frans. Mama! En schatje, ben je er nou alweer uit? Godje, nou kom dan maar. Zo, Dan gauw weer naar je bedje. Er zijn toch helemaal geen boze mannen? Malle meid. Zo, gaan we even liggen. Zo. Ja, maar mami moet nou echt gauw naar beneden. Encore un peu. C'est ça. Karine, een beetje mee hier ook. Ça va, papa? Vous êtes prête? C'est ça, merci. Ah, bonsoir. Bonsoir. Goedenavond. Goedenavond. Nee, ik ben zo weer weg. Ik wou alleen maar even vragen of het in orde is van morgenavond. Ja, natuurlijk, we komen. En Karin, zorg even voor de volgende jurk. Ja. Oeh, ja, dat is waar ook. Ik heb haar misschien nodig voor iets. Mag ik er even iets vragen? Natuurlijk. J'aimerais vous demander si vous pourriez... Comment? Oh, que tu es belle. Alors, c'est entendu, demain soir à 10 heures? C'est entendu. Alors, je file. Au revoir. Tot morgen. Tot morgen. À demain soir. Ah, dat is een mooie gek, hè? Van aan, hè? Hij is weer vlug bij. Hoezo? Ze is nog geen dag in Amsterdam of heeft al een afspraak. Wat? Morgenavond 10 uur. Nee. Voorzichtig. Zeg, hoeveel wat is dat nou nog? Deze? Ja. 500. Uh-huh. Nou, ik stoor niet langer. Dag meneer Broodboom. Goedenavond. Prettige avond morgen. En kusjes voor Eduard. Ja, tot ziens. Tot morgen. Ja, tot morgen. Maak je zich geen zorgen. Meid op, baat om en we komen. Alsjeblieft.
begrijpen. Ja, dat ben je op zo'n avond. Heb je spijt van je gegaan, hè? Nee, natuurlijk niet. Breek de avond tenminste. Daar zijn ze. Komt u binnen, Sinterklaas. Wat ben jij het? Wat... Dag, Eduard. Tante Mien, Sinterklaas is er. Oh, dan gaan wij een liedje zingen. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Wat moet ik nou? Ik heb een jongen van het atelier gevraagd over Sinterklaas te komen spelen. Stop hem maar in de keuken. Kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Goedenavond allemaal. Goedenavond, Sinterklaas. Goedenavond. Gaat u hier zitten, Sinterklaas. Dank u. Eindelijk ben ik hier weer terug. Het is Hans. Zo. Het is Rijksman. Zo. Hoe had hij het in zijn hoofd? Laat het liggen. Ja. Nora. Ik vind het eerlijk van. Wat doe nou? Ja. Wilt u een glaasje wijn, Sinterklaas? Ja, graag, mevrouw. Kijk. Wat een aardig gezelschap. Zijn die allemaal voor mij gekomen? Dat belooft wat vanavond. Zou Sinterklaas mooie cadeautjes hebben? Niet vervelend doen, hoor. Oh, wacht! Ik zal de mand eens gaan halen met de cadeautjes die Zwarte Piet op de gang heeft gezet. Ik zou jullie even helpen. Zo, Eduard, jongen. Kom jij nou maar eens bij me, hm? Ga jij maar even naar Sinterklaas, schat. Kom jij maar eens bij mij zitten. Zo. En vertel eens. Ben je lief geweest dit jaar? Huh? Ja, Sinterklaas. Mooi zo. Oh, wacht maar. Ik help wel even. Oh. Ja, even? Ja, laat ik het even. Veel van. Kijk eens. Hopla, daar is hij. Oh, kom maar eens kijken. Wat ik in mijn schoontje vind. Alles gekregen van de goede Sint. Daar gaat hij nou al weg. Ja, we moeten echt gaan. Dat is zo gezellig. Ja, maar Rolf, we moeten toch ook nog naar Eduard? Hè? Volgend jaar komen we weer terug. Tenminste, als de kinderen zoet zijn geweest. Nou, dat zullen we hopen. Ja, hij is werkelijk beeldig, schat. Je bent een engel. Ja, ik ben erg blij dat je mooi bent. Mag ik van jou een handje? Ja, zij is helemaal niet bang, hè, schat? Kom. Hé, Michel, kom even goeiedag zeggen. Hè? Dag, Sinterklaas. Ik schrik in. Ik denk aan 10 uur. Adieu. Prettig bezoek, hè, Piet. Ja, doe nou niet zo onbeleefd, Michel. Kom nou. Ze moeten nou echt weg, hoor. Nou, dag Sinterklaas, tot volgend jaar maar, hè? Sinterklaas, hartelijk dank. Michel, Sinterklaas. Dag, Michel. Zo, nou, allemaal zingen. Dag Sinterklaasje, dag. En zak van Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, zo jongens, wat een baas. Bel je vader op. Ach, schei uit. Hey, ben je doof? Keizer, verdomme, kom eens hier. Naar de baas, vooruit. Wat is er dan? Bel je vader op. Wens die man een prettige avond. Ze vonden het toch al erg genoeg dat je niet thuis was vanavond. Ach, zijn lazer op. Niks opblazen, Keizer. Rustig en beleefd zijn. Kom, bel op. Hij durft niet. Jawel, hij durft wel. En aardig, hoor. Weet je het nummer uit je hoofd? Telefoon! Ja, ik ga wel. Ze zijn er niet.
Hallo? Hallo, met Keizer. Ik wil u even een gezellige, knutterige Sinterklaasavond wensen. Vier het vlieg van jezelf. Hallo? Nou, schiet op. Ja, staat dan met Henk. Ja, jongen. Henk? Ik wil moeder en u even een prettige avond toewensen. Goed zo, Keizer. Maar ik dank God dat ik er niet bij ben. Van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Wij deden vroeger ook dingen die onze ouders niet zo aardig vonden. Zo. Kom, ga jij er maar zitten. Wij vieren ook Sinterklaas, net als de jongens. Het is toch niet lief van hem. Daar is hij dan. Wat zit erin? Aha! Wil jij liever thee of zal ik de wijnglazen pakken? Oh, wat heerlijk. Pak jij er maar uit, dan zorg ik wel voor de rest. Zo. Ja, nou, je mag hem van me lenen als het hart vriest. Stel je voor. Ja, je kan er natuurlijk niks mee doen, maar nou ja. Het is wel echt origineel. Waar kwam die ook weer vandaan, zei u? Chili? Peru. Ik kan niet meer. Ja, het is ook een hele opwinding, hè, zo'n avond. Ach, je leeft eigenlijk mee met elk presentje wat ze krijgen, hè? Ach, wat is die Rolfje toch ook een lekker dier, hè? Zo vrij. Heel verschil met zusje. Lekker schatje. Zeg, hoe ze bij me wegkroop? Ik ga me even wat opknappen. Hoe zou je me staan? Dodelijk vermoeiend is zo'n avondje toch, hè? Hij schat, wees eens liever, zet een plaat op en schrijf vast wat in. Ja. Dat had u toch echt niet moeten doen, die tas. En dan dat gedicht. Hoe weet u dat allemaal? Oh, mevrouw. Geestig ding, hè? Zet u hem eens op. Ja, direct. Hé, ik heb geen sigaretten meer. Hé, ik heb er maar twee. Zeg, Emma, heb jij misschien nog kwartjes bij je? Dan haal ik even een pakje in de automaat. Ik heb wel sigaretten. Nou nee, ik rook liever mijn eigen merk. Ik heb er ook twee. Fijn. Fijn, dat is dan precies goed. Zeg, ik ben zo terug. Ja, tot straks. Goed, staat er? Ja, ik kom bij u. Gaat u richting binnenstad? Hey, stadion. Taxi! Taxi! On me demande, je serai là. Très bien, madame, oui. Oh, je prends ça, hein? Bien sûr. 207, please. Here you are, sir. Good night, sir. Good night. Kijk, hier! Hier! Hij kan toch een straatje om zijn gegaan? Ach, klets niet! Je hebt het laten gezien met een ander! Dacht je soms dat ik het niet wist? Jullie denken zeker dat ik gek ben. Je hebt hem laatst al gezien? Ja, wat doet dat er nou toe? Ja, heb je hem gezien, ja of nee? Vindt u nou toch niet zo op?
U zult de kinderen nog wakker worden. Oh, mij dat schelen. Laat ze wakker worden. Heb je hem gezien, ja of nee? Maar dat was niet zo. Hij heeft het me allemaal uitgelegd. Zeg dan niet dat hij een eindje om is. Hij zal het je niet uitleggen. Ja, je kunt er ook niks aan doen. We gaan maar liever weg. Ik wil alleen zijn. Goedenavond, meneer. Was er niet? Hè? Je verstaat me best. Ja. Ze was er wel. Wat doe je dan hier? Wou ze niet? Ik weet niet of ze wou. Ik wou niet. Ach, je wou Sinterklaas spelen vanavond. Moet ik je nog bedanken ook? Je meent het altijd. God, dat hou je van me. Ik hou van je. Ik laat me los. Luister. Laat me los. Laat me je los. Je moet me geloven. Doe nou. Ga weg. Schrijf uit. Schrijf uit. Ik hou van je. Ja, die heeft hij. Kom nou. Voel je zo belazerd? Kom, keizer. Het moet een grapje blijven. Nou, niet de hele avond versteren. Nou, kom op. Kan het zijn? Henk? Nee, die heeft de sleutel. Even kijken. Wie is daar? Kom, keizer. Kom, jongen. Wie is daar? Pak hem anders een opzet. Henk! Wat is er gebeurd? Wat hebben ze met je gedaan? Hij heeft het helemaal alleen gedaan, mevrouw. Nee, Keizer. Kom maar. Sta er nou niet zo. Laat maar. Hij is alleen wat misselijk. Morgen is hij weer beter.
Goedenavond. Goedenavond. Hij is dronken. Haal een glas water. Wacht. Dat is koud op de maag. Hier. Help eens. Nou, wees nog maar rustig. Gaat wel over. Laat los. Doe je toch dom? Ben je ook onverstandig? Ben je toch onhandig? Is kat, hè? Help eens! Morgen voel je je wel weer beter. Is nog voor Sinterklaas. Daar luisteren we morgen wel naar. Ga dan maar lekker slapen. Rusten, Henk. Robert! Ik ben zin. Hoe verzin je? Hans! Oops, like it hot! Zeg je me daarvoor? Ja, had je niet gedaan? Ik had een visa haar. Je bent nog niet eens in top voor gezien. Nee? En wat ga je nou? Ja, ik moet slapen, zeg. Het is 12 uur. Het was erg leuk. En jij was onvergeten. Vind je niet? Tot ziens, hè. Dat is. Dag, dag. Karin, kom je? Jij komt maar aan. Dag. Zeg, is dit jouw jas? Heerlijk, je bent nog niet geweldig, ik kom met zo'n baard. Nee, dat is moeilijk, hè? Maar jullie komen gauw eens een keer bij ons. Goed, toch? We gaan samen. Ja? Ja, goed. Dag. 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 Een echte? Hè? Wat? Oh, ja, zeker. Ja. Nou, tot ziens, meneer Leger. Het was een hele gezellige avond. Hè? Tot ziens. Een mooie kamer is het toch? Ja, is leuk. Hè? Tot ziens, morgen. Dag, Nora. Dag. Jongens, schiet je een beetje op.
schat. Meneer Leger, u was fantastisch. Dag, Dora. Van overgelachen, enige avond. Hey, en, je komt er niet heel op daar, hoor. Dank je wel. Jongens, denk op de soep, hoor. Denk op de soep. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, oké. Ik kan jullie kunnen allebei. We hebben plaats genoeg. Ja, het is enig. Dag voor jou, Waarom lach je? Om jou. Zullen we nog een sigaretje roken? Huh? Hmm. Wat een rommel, hè? Wil ik even helpen opruimen? Ach nee, dat doet Greet morgen wel. Kom nog maar zitten. Gezellig was het, hè? Vond je niet? Hmm. Moeilijk allemaal, hè? Wat? Wij. Alles. Hoezo? Misschien heb je gelijk. Misschien zijn we geen mensen om getrouwd te zijn.